bloemkool frittata met paprika en hazelnoten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Verdeel een halve bloemkool in kleine roosjes. Snipper 2 uien. Verhit 2 eetlepels zonnebloemolie in een pan en fruit hierin de ui en 1 eetlepel gedroogde salie 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de bloemkool toe en bak 4 minuten mee. Klop ondertussen in een ruime kom 6 eieren los met 60 ml melk en 150 gram geraste Parmezaanse kaas. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Vet een kiesvorm met een doorsnede van 28 centimeter in. Verdeel het bloemkoolmengsel over de vorm. Laat een pot gegrilde paprika's van 295 gram uitlekken. Snijd het vruchtvlees in dunne repen. Verdeel de paprika over de bloemkool. Schenk het eimengsel erover en bak de frittata in het midden van de oven in ongeveer 25 minuten goudbruin en gaar. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster 50 gram hazelnoten in 2 minuten goudbruin. Laat ze afkoelen op een bord en hak grof. Bestrooi de frittata met de hazelnoten en serveer. Zo maak je een bloemkoolfrittata met paprika en hazelnoten.